Onze Vader in de hemel, zij het gerecht zijn uw naam, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel. Geef ons heen ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van zijn dood. Amen. Heilige Jozef. Bid voor ons. Heilige Jongbewaarders. Bid voor ons. Alle engelen, ons lieve heiligen. Bid voor ons. In naam van de Vader en de Zoon, Heilige Geest. Amen. Goed. Goedenavond. Wij beginnen de cursussen van geestelijke leer. En we waren gekomen bij dus het theoretisch gedeelte, bij nummer 106 van het boek Kort begrip der ascetische en mystieke theologie door Adolphe Flanquerey, vrij vertaald door pater Gonzaga, gouverneur Capucijn, van 1932. Dus het is nog te verkrijgen. Het is zelfs herdrukt. Het is zelfs herdrukt. Je kunt dat bij mij krijgen. Je kunt dat zelf bestellen. Herdrukt. Het is niet digitaal te verkrijgen in het Nederlands. Wel, kun je het digitaal vinden in het Frans. Maar dan moet je Frans verstaan natuurlijk. Goed. Wel. Dus we hadden twee gedeelten en bij het eerste gedeelte waren we gekomen aan het bovennatuurlijke leven en dan binnen het bovennatuurlijke leven de heiligmakende genade en dan zouden we de tweede helft van de cursus van de voordracht bij de cursus gaan naar het praktisch gedeelte zodat we een beetje theorie hebben en nadien praktijk. De twee hebben we nodig. Dus de bepaling van de heiligmakende genade. De heiligmakende genade is een bovennatuurlijke eigenschap. Dus het is bovennatuurlijk. Het behoort niet tot de natuur van de mens. Dus het feit dat je een mens bent, heb je niet automatisch de heiligmakende genade. Die krijg je pas zoals je weet door het doopsel. Dus een bovennatuurlijke eigenschap die bij uw natuur, boven uw natuur staat, want het is een deelname aan de goddelijke natuur, maar die komt bij uw natuur, erbij. Een bovennatuurlijke eigenschap. In onze ziel blijvend. Dus dat is een eigenschap van de ziel, niet zozeer van het lichaam. Het heeft te maken met de ziel, want het heeft te maken met onze verlossing, met ons doel, met de hemel, met onze bestemming. En het is de ziel die naar de hemel gaat en dan, op de tweede plaats, ook het lichaam. Het lichaam gaat daarheen waar de ziel heen gaat. Gaat de ziel naar de hemel, gaat ook het lichaam naar de hemel. Gaat de ziel naar de hel, gaat ook het lichaam naar de hel. Dus het lichaam is bij wijze van spreken een wagon en de ziel is een locomotief. Dus de locomotief is het belangrijkste. Dus het is de locomotief, het is dus een eigenschap die in onze ziel is. En ze is blijvend. Want straks zullen we zien, of een andere keer zullen we het hebben over dadelijke genade. Dus de genade om daden te stellen. En die zijn voorbijgaand. Wat een daad, die wordt gesteld en daarna is afgelopen. Dus je hebt dadelijke genade die voorbijgaand zijn. Je hebt dus genade die voorbijgaand zijn, van voorbijgaande aard. Met wellicht een eeuwig gevolg. Als jij een goede daad stelt, heb jij een eeuwige verdienste daarbij. Maar de daad zelf is gestopt en om die daad te stellen heb je geen genade nodig, want je beweegt u in de bovennatuurlijke sfeer. En u kunt u boven uw natuur niet bewegen, omdat het boven uw natuur is. Dus je hebt daarvoor iets nodig om u te helpen en dat is de genade. De genade is de hulp van God met het oog op onze verlossing en met onze hemel, met de hemel, met onze bestemming. Anders spreken we van gaven. Dus als het over de schepping gaat,
En over de voorzienigheid in het handhaven van de schepping, nemen we het over Gods gaven. Bijvoorbeeld iemand die is begiftigd, heeft een gave van een wiskundige knobbel. Iemand anders heeft een gave, heeft een sterke wil, de ander heeft een goed geheugen, de ander heeft een goede werkkracht, de ander is een artistieke, is een artiest of ik weet niet wat. Dus iedereen heeft een of ander talent. Dus iedereen kan iets wel in zijn leven. En daar maken we, als het kan, ons beroep van. En dan zijn we nuttig in de maatschappij ervoor. Dan doen we iets wat een ander niet doet, of iedereen doet wat. En zo samen hebben we een maatschappij en een beschaving, dat is de bedoeling. Wel, dat is allemaal op natuurlijk vlak. Dat is natuurlijk vlak. Dus de heiligmakende genade is een bovennatuurlijke eigenschap in onze ziel, blijvend. Dus blijvend. En het blijft totdat het wordt vernietigd door een doodzonde. Maar zolang er geen doodzonde is, is het blijvend. Want die staat van genade, zullen we zien, is een staat van vriendschap, van liefde. En de doodzonde is, zoals we ook zullen al weten of zullen uitleggen, voor diegenen die het niet weten, dat is een daad van haat. En haat is het tegenovergestelde van liefde. En twee tegenovergestelde kunnen niet tegelijkertijd in hetzelfde opzicht in hetzelfde subject verblijven. Dus de staat van genade vernietigt de staat van doodzonde, bijvoorbeeld door het doopsel, of door een biecht. De staat van genade wordt vernietigd door een doodzonde wanneer die gepleegd wordt. Voilà, dus dat is... Dus, maar voor de rest is het blijvend. Het is een staat. Het is niet een daad, maar een staat. Een toestand. Een staat in de zin van een toestand. Dus het is een, in onze ziel blijvend... Een blijvende gesteltenis van, ik ben bevriend met God. God is mijn, ik bemin God. Ik aanvaard Gods liefde, want God bemint ons altijd. Tenminste, als we nog te beminnen zijn. De mensen die zich vereenzelvigen met de doodzonde, kan God niet meer beminnen, want God haat de zonde. En die zijn van hen verdoemd, als ze zich niet willen bekeren. Waarom haat God de verstokte zondaar, de verstokte doodzondaar? En waarom haat God de zielen in de hel en de duivels in de hellebewoners? Omdat ze zich vereenzelvigd hebben met de doodzonde. En de doodzonde is haat tegen God. Dus God kan de haat niet beminnen, dus dat is niet mogelijk. Ziet je? Dus voor zover dat wij dus zelf in staat van liefde en vriendschap met God blijven, is het inderdaad een toestand. Dus die genade is een toestand. Van liefde, vriendschap met God. Je weet wat de liefde tot God is. Liefde is het goede van een ander willen. Maar hoe kunnen wij nu het goed van God willen? Want God is al een goed. Hij heeft geen goed meer nodig. Wel ja, het goed van God is in oneigenlijke zin dan dat hij het goed met ons voor heeft en je maakt hem gelukkig, bij wijze van spreken, als wij gelukkig zijn. Dat wil zeggen, naar de hemel gaan. Dus wij maken God gelukkig, bij wijze van spreken, voor zover het mogelijk is, in oneigenlijke zin van het woord. Wij beminnen God wanneer we zijn wil doen. En door zijn wil te doen, verdienen we de hemel. Door zijn wil te doen, verenigen wij ons met hem. En de vereniging drukt de liefde uit. De vereniging van de wil en van het verstand. We moeten ook denken zoals hij. Dus we moeten het geloof aanvaarden. Dus dat is dus blijvend in onze ziel... Die ons op een werkelijke, dus het is niet zomaar een fictie, het is geen inbeelding, het is een werkelijkheid. Die ons, die dus in staat van genade zijn, dus alle leden van de kerk, hè, tenminste die waardige leden van de kerk zijn, die niet doodzonde verkeren, die ons op een werkelijke, formele, dat wil zeggen reële, hè, dat je het echt zijt, hoewel bijkomstige wijze, want dat komt bij uw natuur, de bovennatuur komt bij uw natuur, in die zin is het een bijkomstigheid, bijkomstige wijze, doet deelnemen
aan de natuur en het leven van God. Amai, dat is veel, hè? Deelnemen aan de natuur van God. De natuur van God is God zijn. Dus wij hebben deel aan het God zijn. Dus we hebben daar deel. Natuurlijk op bijkomstige wijze, want als het op een volledige wijze is, dan zijn we God. Dan zijn we een vierde persoon, of een vijfde, zesde, zevende, achtste persoon in de heilvuldigheid. Maar dat is het dus niet, dat kan niet. Er zijn maar drie personen in God. Maar die staat van genade is dus buitengewoon belangrijk, buitengewoon waardig. Want zij doet ons deelnemen aan de natuur van God, de goddelijke natuur. Dus iemand die niet in staat van genade is, dat is een mens. Maar iemand die in staat van genade is, is een mens. En tegelijkertijd is die ergens God. Want Jezus zal het zelf zeggen, de psalm zal het zelf zeggen. Wij zijn goden, maar dan met een kleine g. Hè. Waarom? Omdat wij deel hebben aan de goddelijke natuur. Wij zijn kinderen van God, maar aangenomen kinderen. Maar toch kinderen van God. Ziet je dus, er is iets. En dat toont de oneindige waarde van de staat van genade. Dat al, dat staan we voor iets oneindigs. Oneindigs, dat staan we voor God gewoon. Een deelname naar God. En dan ziet je de belang. Dan ziet je de belangrijkheid ervan in. De belangrijkheid van het doopsel. De belangrijkheid van de biecht. De belangrijkheid van christen zijn, de echte christen zijn. Geen ketter of geen schismatiek, maar een echte christen. Wat een verschil met een ketter die dan weer de staat van genade niet heeft. Maar de ketterij een doodzonde is. Een oneindig verschil eigenlijk. Want het gaat over een eeuwigheid, de hemel, dat is oneindig. En over een oneindige waardigheid, namelijk een deelname aan een goddelijke waardigheid. Aan de natuur van God en het leven van God. Het leven van God, dat is eigenlijk drievuldigheid. Dus ik heb al verschillende keren uitgelegd. We hebben deel aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest door geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde, die worden dus ingestort, dat is het bovennatuurlijke leven, in verstand, geheugen en wil. Dus je hebt verstand, geheugen en wil, dat is onze natuur. Door het doopsel krijg je de staat van genade met geloof, hoop en liefde. De staat van genade doet ons deelnemen aan de natuur van God. Geloof, hoop en liefde die samengaan met die staat van genade, doen ons deelnemen aan het leven van God. En als we daar trouw aan blijven, dan wordt geloof, hoop en liefde zalige godsaanschouwing, bezit van God en genieten van God. In de hemel. De glorie. De genade wordt glorie. Dus in de glorie zullen we deelnemen aan de natuur van God en het leven van God. Maar dan op een volledige ontplooide manier. Hier op aarde zitten we in de kiem. Het geloof is de kiem van de zalige godsaanschouwing. Zo, ik heb die definitie eigenlijk al wat uitgelegd, want Tanqueray gaat dat uitleggen dan zelf op zijn manier. De volgende bladzijde. En we gaan eens kijken wat Tanqueray ervan zegt. Dus de staat van genade is dus een werkelijkheid in de bovennatuurlijke orde. Ah, ik heb hier al een vraag. Ja, ik kan misschien al de vraag eens een keer lezen. Ik heb daar juist een moslima gesproken en die sprak over bovennatuur. Oh ja, maar een bovennatuur is een leugen natuurlijk. Hè? De duivel is er als een kippen bij om alles te vervalsen. Hij is de aap van God. Dus hij gaat dus alles naapen. De islam is een uitvinding van een duivel om het christendom te frustreren. Dus ze gaan natuurlijk... En om iets te frustreren moet je iets, een alternatief voorstellen. Dan gaat het ook spreken over bovennatuur. Maar ja.
Dat is dan geen echte bovennatuur. Hè? Hoe kan je dat verklaren? Wel, door de leugen. Het is gewoon een leugen. Eenvoudig weg. De ganse Koran is een leugen. Hè? En als er nog goede dingen in staan, dat is omdat ze het van de Bijbel gepikt hebben. Dus zij zei dat ze haat voelde van mij uit. Ah ja, dat is mogelijk. Maar dan haat voor de islam. Dat kan zijn, ja. Wij moeten de zonde haten, maar de zonde daar beminnen. Ja. Ja, dat kan zijn dat ze haat voelde. Zowel de, ja. Dus de haat voor de zonde is normaal. Maar de zonde daar moeten we beminnen om proberen hem eruit te krijgen, naar de hemel te brengen. Maar ik denk dat het net aan de zon was. Dat is ook zo natuurlijk. Ja, dat is ook zo. De islam haat de christenen. Hè. Ze hebben dus de lelijkste bewoordingen voor christenen. Ze zei dat ze niet gedoopt was. Natuurlijk niet. Want anders zou ze katholiek zijn. Ja. Ze zei dat we dezelfde God hebben. Dat is niet waar. Het schijnt dezelfde God te zijn. Want onze God is schepper van hemel en aarde. En Allah. Dus God in het Arabisch, moet dat zeggen. Dus de Allah van de islamieten is ook de schepper van hemel en aarde. In die zin is het dezelfde. Maar het is niet dezelfde, want er zijn verschilpunten. Onze God is drievuldig en een tweede persoon is mens geworden en Jezus is God. En zij aanvaarden dus dat niet. Dus hun God is niet drievuldig, dus het is niet de ware God, dus het is niet de schepper van hemel en aarde. Dus zij denken aan dat hij de schepper van hemel en aarde is, maar ze vergissen zich. Wat is hun vergissing? En wel, waarin ze het juist hebben, is dat er inderdaad een schepper is van hemel en aarde. En daarin hebben ze een beentje voor tegenover de atheïsten. Want die geloven niet in een God, die geloven in een Big Bang enzovoort. Dus de islamieten hebben toch al de waarheid dat een schepper is, een God, die alles geschapen heeft, hemel en aarde. Dat is waar. Maar waar begint het verkeerd te lopen? Waar ik gezegd, dus, juist zeg, dus dat ze verwerpen dat hij drievuldig is en een tweede persoon mens geworden is. Dus uiteindelijk is die schepper... ofwel, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel aanbidden ze de schepper... En vergissen ze zich in zijn eigenschappen, namelijk dat hij niet drievuldig is. En daarin zijn ze dus ketter of verkeerd, of zijn ze gewoon dwalingen, heiden. Ofwel aanvaarden ze de afgod van de islam, die dus niet drievuldig is. En dan zeggen ze dat hij de schepper van hemel en aarde is. Wat geen helemaal niet waar is, want het is de duivel. Dat is de duivel. Er staat in de psalm... De goden van de heidenen zijn demonen. Dus een duivel is niet de schepper van hemel en aarde. Dus in beide gevallen is ze verkeerd. Hè? Natuurlijk is ze verkeerd. Islam is een grote dwaling. Ze zeiden dat we dezelfde goden... Hoe knoop je dat aan elkaar? Ja, dat knoop je niet aan elkaar, want het zijn leugens. Ze sprak ook over Adam en Eva, ja, want ze hebben een gedeelte van de Bijbel overgenomen. Dat we allemaal van hen afstammen, dat is waar. Daarom zijn we broers en zussen in dezelfde God, zei ze. Ja, als schepper. Ja, dat is waar. Als schepper. We hebben allemaal dezelfde vader. Hè? Dezelfde schepper in die zin. Maar de duivel heeft ook dezelfde schepper als een heilige Michael. Hè? En toch zijn het geen echte goede vrienden aan elkaar, hè. Dus je moet onderscheid maken. Op het, wat betreft op het niveau, op het, het verdiepen, wijze van spreken, op het gebied van de schepping, ja, dan zijn we inderdaad allemaal schepsel van God. Op dat vlak zijn we allemaal kinderen van God. Maar hoe dat we dan reageren en ageren tegenover die God... En luisteren naar hem luisteren of niet naar hem luisteren. Wat doen we met onze wil? Met ons zijn, zijn we allemaal schepselen. Maar met ons doen, gaan wij bepalen in welk kamp we terechtkomen.
doen we wat God wil, dan zijn we echt zijn familie, de familie van God. Dan zijn we de kerk, dan gaan we naar de hemel. Doen we zijn wil niet, dan scheiden we ons van hem af en worden we zijn vijand en gaan we naar de hel. Voilà, zo eenvoudig is dat. Dus we gaan nu even verder met de uitleg van Tanquerin. Dus de staat van genade is een wijze van zijn. Een wijze van zijn. Dus wij zijn kinderen van God, daardoor. We zijn in vriendschap met God, daardoor. Een toestand van de ziel. Een eigenschap toegevoegd aan de zelfstandigheid van onze ziel. Onze ziel is een zelfstandigheid. Onze menselijke ziel is een zelfstandigheid. Die met lichaam verenigd is en die met lichaam bestaat, zelfstandig bestaat, maar die zelfs kan bestaan zonder lichaam. Zo zelfstandig is de ziel. Dus dat wordt toegevoegd aan de ziel. Waardoor deze, dus de ziel, omgevormd wordt en verheven boven alle natuurlijke wezens. Ja. Natuurlijke wezens betekent de wezens voor zover ze zijn van hun natuur. Dus de mineralen, dus de dode stof, de planten en de dieren, die zijn altijd zichzelf, dat zijn natuurlijke wezens. En die kunnen nooit bovennatuurlijk worden, want die hebben geen verstand, geheugen en wil. Die kunnen geen liefde beantwoorden van God. Die kunnen niet geloven, die kunnen niet het ingeboden begrijpen en onderhouden. Dus dat is... Maar je hebt dan mensen en engelen. Dat zijn dus natuurlijke wezens. En dat zijn de volmaaktste. Wel... Van nature uit zijn ze zichzelf, hun zelfstandigheid, maar door de staat van genade worden we omgevormd. Dus wie omgevormd kan worden, dat zijn de mensen. De engelen, die hebben dat ook gehad, maar dat is teruggegaan. Bij hun schepping werden ze in staat van genade, ze mochten kiezen en daarna was het hemel of hel. Dat ging tamelijk vlug. Bij de mensen duurt dat eeuwen en zelfs duizenden jaren. Want wij moeten ons voortplanten, de engelen die moeten zich niet voortplanten. Wij planten ons voort, dus het gaat over generaties en generaties, dus er is veel meer tijd mee gemoeid bij de mensen. Dus zij is een eigenschap, blijvend van nature. Dus je bent in staat van genade, is een staat. En je blijft zolang je staat van genade tot aan de doodzonde, en die normaal niet mag voorvallen. Normaal pleegt zich toch geen doodzonde, dat hoort niet. En dat, met alle middelen en al je krachten moet je God beminnen, dus met alle krachten moet je vermijden om een doodzonde te doen. Dus daarmee is het blijvend van nature, in zin. Dat betekent dus dat zij blijft in ons, dus in onze ziel, zolang we haar niet door een vrijwillige doodzonde uit onze ziel verstoten. Dus dat zegt hetzelfde. Kardinaal Mercier, dat is een kardinaal die toch een goede reputatie had. Een Belgische kardinaal in het begin van de 20e eeuw. Kardinaal Mercier. Zegt steunend op Bossuet. Bossuet is dan weer een andere bisschop. Een Franse bisschop die... Eigenlijk wordt bijna gelijkgesteld met een kerkleraar. Bossuet. Die zegt dus, de staat van genade is die geestelijke eigenschap die Jezus in onze zielen uitstort. Of in onze zielen instort, bij wijze van spreken. Of hij komt uit God en komt in ons terecht. Zij doordringt het binnenste van onze zelfstandigheid. En dat tegen de protestanten zeggen dat het maar een gewoon louter juridisch statuut is. Dat niet in u binnendringt. Dat is weer de ketterij van protestantisme.
Dus zij doordringt het binnenste van onze zelfstandigheid, van onze ziel. Zij drukt zich in het diepste van onze zielen. De eerste keer dat ze binnenkomt aan het doopsel, en als dat sacramenteel doopsel is, dan geeft ze zelfs een onuitwisbaar merkteken. Dus zij drukt zich in het diepste van onze zielen en verbreidt zich in ons uit door de deugden. In alle krachten en vermogens van de ziel komt zij deugden plaatsen. Dus alle krachten en vermogens van de ziel worden in staat gesteld om bovennatuurlijke daden te stellen. Door de genade. Door die staat van genade. Zij beheerst haar, dus de genade, beheerst de ziel inwendig. Dus niet alleen maar uitwendig, maar inwendig, werkelijk. Ze komt binnen. Maakt haar zuiver. Nou ja, de staat van genade, dat betekent dat je geen doodzonden hebt. Dus ze zuiver van doodzonden om te beginnen. En ze helpt u ook om de dagelijkse zonde te vermijden, hè? En ze maakt u welgevallig in de ogen van de gelukkige zaligmaker. Oh ja. Het is een staat van liefde. Die er zijn heiligdom, dat wil zeggen een verblijf van een heilige, een verblijf van God. Dus hij is God en hij wil er verblijven. Dus hij verblijft daarin. Dus binnenin die genade gaat Jezus verblijven. Zijn tempel, zijn woontent, in een woord zijn geliefkoosd verblijf van maakt. Dus dat is interessant, hè, dat die staat van genade, die komt in onze ziel, en binnenin die staat van genade komt nog iets anders in. Dat is God, komt daar nu wonen. Dus je hebt verschillende lagen. Je hebt ons lichaam. In ons lichaam is de ziel. In de ziel is de staat van genade. In de staat van genade is God. Dus je hebt zo'n soort, een geestelijk gebouw, hè. En dan het tweede punt, B. Ja, daar ga ik misschien de volgende keer over spreken, want ik zie dat de tijd voorbij gaat. Of dan wil ik het wel afwerken. Maar dan hebben we geen praktisch gedeelte meer. Ik zal toch maar stoppen eventjes. Met het theoretisch gedeelte ga ik even stoppen. Want anders hebben we niks meer van het praktisch gedeelte. Oh. Zijn er vragen? Is er een vraag geweest in de loop van de tekst? Gerrit de Jong is aan het schrijven, zie ik. Ja. Ondertussen kunnen we al ons bewegen, voor degenen die het boek hebben, naar het tweede gedeelte. Dat is nummer 652. Nummer 652. De vereisten in die bid. Want we waren bezig met de beginnenden. De noodzakelijkheid van het gebed. En dan de vereisten in die bid. Deze vereisten die we gezien hebben, is juist de nederigheid. Om goed te kunnen bidden, moet je nederig zijn. Dat hebben we gezien vorige keer, dus mensen die dat niet hebben meegehad, kunnen kijken naar de zitten, hè. Dus ik heb hier die vorige voordrachten. Je kunt geraadplegen.
afspeellijsten. Hier staan de afspeellijsten op. Ja, die klokken die je hoorde, dat is op die zitten. Ja, dus ik geef u hier bij de chat mogelijkheid aan, die communicatiemogelijkheid. Geef ik hier de link, koppeling naar playlists. En dus lijsten van mijn conferenties van de vorige keren. Je ziet daar verschillende priesters op staan. Je kijkt naar Vader Jacquemin, staat hier. Ja. Ze hebben daar Vader Jacquemin van gemaakt, dat komt niet van mij. Maar er staan alle Nederlandstalige conferenties op. Alsjeblieft. Ja. Dan het tweede, de tweede vereiste om goed te bidden, om verhoord te worden. Naast de nederigheid, die we vorige keer gezien hebben, is het vertrouwen. Het vertrouwen, dat betekent dat wij geloven dat God kan geven en wil geven. Hij kan geven, want hij is oneindig machtig. En hij wil geven, want hij is goed. En Jezus Christus is in onze plaats gestorven. Dus hij wil geven, want onze schuld is vrijgekocht door Jezus. Die verdiensten zijn oneindig. En Jezus zegt zelf, als je in mijn naam vraagt, zal u gegeven worden. Want wat Jezus verdiend heeft aan het kruis is oneindig. Omdat zijn waardigheid oneindig is. Dus wij kunnen nooit genoeg vragen, maar in alle nederigheid... Natuurlijk, we zullen nog zien andere eigenschappen voor het gebed, dat geoorloofd is wat we vragen enzovoort. En dat we ook aan de ander vergeven, zoals, dus, als wij de ander niets niet vergeven, hoe kunnen we dan aan God iets vragen als we zelf niets aan de ander geven? Dus, er zijn verschillende voorwaarden om een goed gebed te verrichten. Dus het vertrouwen. Dus de ware nederigheid in het gebed gaat dus ook gepaard met vertrouwen, steunend niet op eigen verdiensten, want die hebben we niet, zonder Jezus. Als we ooit verdiensten hebben, is dat door Jezus. Zonder mij kun je niks doen. Maar op de oneindige goedheid van God en de verdiensten van Jezus Christus. Ja, ik zal straks antwoorden op de vraag van Gerrit de Jong, die ondertussen verschenen is. Dan moet ik dit hier niet onderbreken. We zullen binnen een paar minuten nog wel de gelegenheid hebben om vragen te beantwoorden. Dus wij vertrouwen op grond van de almacht van God die kan geven en de goedheid die wil geven. Door de verdiensten van Jezus Christus. Het geloof leert dat God barmhartig is, barmhartigheid is. Dus hij laat zich niet afschrikken door miserie. Er zijn mensen die zich laten afschrikken door miserie. Als het te erg wordt, ja, dan walgen ze ervan en gaan ze gaan lopen. Dat is hun tasje thee niet en het is te erg. Dat is te veel gevraagd. Daar moet te veel voor gedaan worden, zoveel willen ze niet geven. Dat is te erg. En ja, we zullen misschien af en toe eens iemand helpen, maar het moet niet te veel zijn. Dat is niet zo bij God. God is oneindig barmhartig. Dus ik zou het eens tegenovergestelde. Hoe meer miserie, hoe meer ellende, hoe meer zijn barmhartigheid als het ware geprikkeld wordt. Die toch oneindig is. En een oneindige barmhartigheid... die wordt
geprikkeld door een oneindige ellende. Maar die bestaat niet, want de ellende is altijd eindig, want we zijn eindige schepselen. Niks is in ons oneindig. Dus die barmhartigheid die laat zich nooit overtreffen. Door welke ellende ook. Fysische ellende of morele ellende. Want een barmhartigheid is een goedheid die zich uitoefent tegenover de ellende van de ander. Dat is de definitie van barmhartigheid. Dus een goedheid die zich uitoefent tegenover een ellende. Een miserie, cordia. Cor, keur, hart hebben voor de miserie. Misericordia, barmhartigheid. Dus het geloof leert ons dat God oneindig barmhartigheid is. En dat hij met des te groter liefde tot ons afdaalt, naarmate we meer onze armoede en hulpeloosheid herkennen. Ja. Dus wij moeten dat weten, dat hoe meer we ellende hebben, hoe meer we op Gods barmhartigheid kunnen rekenen. Dus God is niet zoals de mensen. Want ellende wekt barmhartigheid op. Want de ellende is het voorwerp van de barmhartigheid. Ik herhaal het, de barmhartigheid is de goedheid die zich ontfermt over de ellende. Dus hoe meer ellende, hoe meer de barmhartigheid zich kan beoefenen, behalve als de barmhartigheid, zoals bij die mensen, sommige mensen beperkt is, ja, dan kan ze zich alleen maar bezighouden met een beperkte ellende. Omdat zij hun beperken leggen aan de barmhartigheid. Maar dat is niet het geval voor God, zoals ik uitgelegd heb. Met vertrouwen God aanroepen is eigenlijk hem eren. Dat is erkennen dat hij het kan en dat hij het wil, dat hij oneindig machtig en goed is. Dus doordat wij in onze grote ellende ons tot God richten, dan eren we God. Eigenlijk. Dus God wordt daardoor geflatteerd. Wij vallen hem niet lastig daarmee. Integendeel, wij eren hem. Dat moet je ook goed begrijpen. Eerste punt is, zijn waardigheid is oneindig. Tweede punt is, wij eren hem daardoor, door met onze ellende en hulpeloosheid naar hem te komen. In nederigheid natuurlijk, en in vertrouwen, enzovoort. Dat is namelijk verkondigen dat hij de bron van alle goed is en er zijn behagen in stelt ons wel te doen. Want hij gaat toch niks vragen aan iemand die weet dat hij niks heeft. Of dat hij toch niks wil geven. Dan gaat je niet moe, maar je gaat geen energie verspillen en geen tijd verspillen eraan. Dus dat waar God vragen, dat is een uitdrukking dat hij wil en kan. Hoe menigmaal... verklaart God zelf niet in de schrift, in de heilige schriften, dat hij allen verhoort die op hem vertrouwen. Ik haal aan hier, de heilige schrift, omdat hij op mij gehoopt heeft, zal ik hem bevrijden. Hij zal roepen tot mij en ik zal hem verhoren. Einde van de aanhaling. Psalm 90, vers 13. Christus nodigt ons uit met vertrouwen te bidden en om dat vertrouwen in ons op te wekken, gebruikt hij niet alleen de dringendste aansporingen, maar ook de treffendste gelijkenissen. Al wie vraagt, verkrijgt, zegt hij. En hij voegt erbij, welke mens is er onder u, die als zijn zoon om een brood vraagt en een steen zal toereiken? Of als hij om een vis vraagt en een slang zal geven. Als jij dus, alhoewel je slecht zijt, aan uw kinderen goede dingen weet te geven, hoeveel te meer dan uw vader, die in de hemelen is, het goede geven zal aan wie erom vraagt. De mensen zijn toch niet beter als God? Bij het laatste avondmaal komt hij erop terug, want dat is het moment dat hij afscheid gaat nemen en heel veel te geven heeft. Al wat je de Vader in mijn naam zult vragen, zal ik doen. In zijn naam, want hij gaat in onze plaats sterven. Hè? Dus
in onze plaats gaat herstellen, dus we kunnen vragen in zijn naam. Dat zal ik doen, opdat de Vader verheerlijkt worden in de Zoon. Want de Vader gaat dus blijkbaar ons dan ons gebed verhoren. Hij gaat ons verhoren omwille van zijn Zoon. En daardoor wordt zijn Zoon verheerlijkt. Want dat is het doel geweest waarom hij gestorven is. Om ons te verlossen. En zijn Vader wou dat ook. Indien je mij iets in mijn naam zult vragen, zal ik het doen. Dus dat geldt voor de Vader, voor hemzelf ook. Want hij is ook God. Hij is Heer God. Johannes 14, 13. Op die dag zult je in mijn naam bidden. Dat wil zeggen, die dag die gaat komen, dat wil zeggen na zijn verrijzenis. En na dat ze alles gaan begrijpen, dat ze alles veel beter gaan begrijpen. En dat hij ook betaald heeft voor de rekening. Dat hij alles de genade bekomen heeft. Op die dag, dat betekent dus, dag betekent dan een periode. Hè? Er is tussen zijn verrijzenis en het laatste oordeel. Want de dagen in de Heilige Schrift, daar wordt ook periode mee bedoeld. Dus God heeft in 6 dagen geschapen. Dat zijn 6 periodes. Zegt Sint Augustinus waarschijnlijk. Dus op die dag, dat wil zeggen die periode, dus vanaf zijn verrijzenis tot aan het laatste oordeel, zult je, want nadien is het niet meer mogelijk. En voordien ook niet. Dus voordien is de prijs nog niet betaald. En nadien is alles geregeld. Is er niks meer te vragen. Dan is het hemel of hel. Dus op die dag zult je in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u zal vragen. Want de Vader zelf heeft u lief, terwijl je mij hebt lief gehad. Dus het is niet meer nodig aan de Vader eens te vragen van mijn paard. Want omdat je mij hebt lief gehad, heeft de Vader u lief. En je weet al op voorhand wat je nodig hebt. Dus ik hoef het niet meer te vragen. Maar jij moet het nog wel vragen, want je moet meewerken aan de verlossing. Ik heb mijn werk al gedaan, of hij, dus na de verlossing, hè, na de kruisdood, heeft hij dus zijn werk volbracht. Het is volbracht. Wie dus niet onwrikbaar vast overtuigd is. En dat is ook, we moeten onwrikbaar zijn, want anders zijn we ketters. Dat God almachtig is, dat is toch, daar kun je toch niet aan twijfelen. Of je bent een ketter. Dat God oneindig goed is, daar kun je toch niet aan twijfelen of je bent een ketter. Dus, wie dus niet onwrikbaar vast overtuigd is van de kracht van het gebed, heeft geen vertrouwen in God en in zijn belofte. En onderschat de oneindige verdiensten en de alvermogende tussenkomst van Jezus. Zo, nu komt een ander punt, dus een ander nummer. Ik ga even kijken naar die vragen. Er zijn ondertussen een paar vragen bijgekomen, zie ik. De engelen zijn in staat van genade. Nee. Er is geen enkele engel meer in staat van genade. Ze zijn in staat van glorie. Ofwel zijn ze verdoemd. De genade is voorbij voor de engelen. De genade was tussen hun schepping en de keuze die ze gemaakt hebben in het oordeel. Dat was de genade. Dus de engelen zijn niet meer in staat van genade. Dus degenen die zijn trouw gebleven tot het einde, die zijn in staat van glorie. En de anderen zijn in staat van verdoemenis. Dus er is geen staat van genade meer voor de engelen. En dan ga ik verder lezen dus. Zij moesten de heilige Maria als koningin van de hemel en de aarde boven hen erkennen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is een theorie die niet bewezen is. Trouwens, de meeste kerkvaders zeggen dat ze Jezus moesten erkennen als koning. En over,
Dus over Maria wordt niet zozeer gesproken. Dus waar u dat vandaan hebt gehad, dat weet ik niet. Dus dat weet ik niet. Dus dat is dan maar een opinie. Een deel van die engelen met als leider Lucifer weigerden dat. Ja, maar dus dat is uw opinie, maar de opinie van de kerkvaders is dat, dat ze weigerden dat ze God, Jezus te aanbidden. Dat ze weigerden het decreet van God te aanvaarden dat de tweede persoon zou mens worden. Dat was het eigenlijk, volgens de meeste kerkvaders. Dus Lucifer was het hoogste schepsel. En nu komt hij te horen dat er nog een hoger schepsel gaat komen. En dat eigenlijk lager is dan hij. Een mens. Een dier. Hè? Met een plantaardig niveau, een mineraal niveau. En die moeten dan maar aanbidden en als leider aanvaarden. Een mens. Een mens is in de ogen van een engel dus veel lager. Hè? Maar ja, dat Jezus dat tegelijkertijd God is... Dat heeft hij niet in beschouwing genomen. Maar dat is het juist. Hij is boven ons allen omdat hij God is. Ze weigerden dat. Ze werden verbannen naar de hel. Ja. Lucifer is een hele intelligente gevallen. Hij is niet heel intelligent. Hij is de intelligentste schepsel. Want de engelen zijn intelligenter dan mensen. En hij was de hoogste engel. Dus hij is de intelligentste schepsel. Natuurlijk, Maria en Jezus zijn intelligenter, maar door ingestorte kennis. Dus door de bovennatuur. Niet door uw natuur, maar door de bovennatuur. En omdat hij natuurlijk God is. Maar Maria is niet God, maar Maria heeft ook dus de ingestorte kennis. En hij heeft vele engelen met zich meegetrokken in het onheil. Ja. Wij moeten dus sterk staan, want de verleiding tot de zonde is groot. Ja, dat klopt. Ja. We moeten sterk staan. We zeggen sterk staan, maar we moeten vooral bidden. Hè. Jezus zegt tegen Petrus, Petrus staat sterk. Hij zegt, wij gaan sterven voor u als het moet. En Jezus, bid maar. Want ik zeg u, de haan zal geen twee keer kraaien of je zult me drie keer verloochenen hebben. Bid, opdat je niet in bekoring komt. Bid, bid, bid. Want sterk staan in het geloof is weer iets bovennatuurlijk. Daar heb je genade voor nodig. En heeft het niet gedaan... Want in de offer van de lijf is hij in slaap gevallen. En hij heeft Jezus verloochend. En al de rest ook. Dus wij moeten sterk staan. Maar dat betekent dat we vooral heel veel moeten bidden. Volgende vraag. Of die vorige tekst was eigenlijk geen vraag. Dat is gewoon een affirmatie. De laatste, of de volgende of vraag. Kan één of enkele personen die heel, dus kunnen dan enkele personen die heel nederig en vol geloof vragen om de islam tegen te houden? Ja. Ja, ik voel hem al aankomen, hè. Is dat mogelijk? Of moeten we in grote groep, massaal, deze gunst vragen? Ja. Ja, je moet het twee doen, hè. Als het niet massaal is, dan doe je het individueel, hè. Maar je moet vooral vragen dat je naar de hemel gaat. Want wat zei je ermee dat je de islam tegenhoudt en je eigen verdoemt? Door de zonde van een kruis, bijvoorbeeld. Allee, we gaan niet de islam tegenhouden. We gaan de islam tegenhouden in België. Maar wat zijn we er dan mee? We blijven dan zitten met een hoop mensen die abortus gepleegd hebben. Dan hebben echt gescheiden gedaan, of allebei. Dan zijn er die euthanasie gepleegd hebben. Er zijn homoseksuelen. Er zijn mensen die God vervloeken. Die een God van gebod zich aantrekken. Die vrijmetselaar worden, die maar zakken vullen. Die bedriegen en liegen en maar voor het geld leven. Maar de islam is wel weg, hè, mannen. Wat zijn we daarmee? Dus daarmee, de islam moet wel weg, maar dat is waar. Maar naar mijn bescheiden mening is de islam een straf voor juist die zonde die ik allemaal opnoem.
En ik ben daar zeker van. Want abortus, euthanasie enzovoort, zonde tegen natuur, zijn wraakroepende zonden. Die Gods wraak reeds afroept. Dus je kunt niet vragen dat God de islam weghaalt, zolang als wij maar blijven zondigen. Begrijp je? Want het is een straf. Hoe kunt je nu vragen dat God de straf wegneemt als je maar blijft zondigen? Als je wilt de straf weggaat, houd dan op met de zondigen. Dat heb ik ook gezegd tegen die leiders van de Vlaamse beweging. Je ziet de islam die is op komst. Je ziet hem nu al aankomen. Ze hebben de demografische meerderheid. Ze hebben 5, 6, 7 kinderen. Wij hebben 1,5 kind gemiddeld. Dus het zal een x aantal jaren duren. Als er niks tussen komt, en blijkbaar komt er niks tussen, het wordt alleen maar erger. De mensen worden nog slapper en nog gekker en nog zondiger en nog onkuiser. En nog debiel, excuseer, en nog afgestompter. Dus wie zal ze dan... En nog meer onverschillig voor de godsdienst. Dus wie gaat ze tegenhouden? Dus je kunt de islam tegenhouden. Je kunt het. Want onze lieve vrouw heeft gezegd in Fatima en in Lourdes, met het roze hoedje kunt je alles bekomen. Met de rozenkrans kunt je alles bekomen. Oostenrijk heeft massaal de rozenkrans gebeden in het begin van de vorige eeuw. En Oostenrijk is gespaard gebleven van communisme. Uitzonderlijk. Dat was een uitstulping. Dat was een hinam in de ijzeren gordijn. Dat ijzeren gordijn, dat ging zo. En dan in een keer zo en dan zo. Dus er was ergens een inham in het ijzeren gordijn. Dus ze dat ook moeten... En dat behoort... De Russen waren daar. De communisten waren daar. Maar plots kwam er een bevel van boven en we gingen terugtrekken. En zijn teruggetrokken. En iemand weet eigenlijk van welke generaal het juist kwam, maar dat is een voorzienigheid geweest. Een soort vergissing waarschijnlijk. In ieder geval, er is massaal het roze hoedje gebeden, de roze kans, in de tijd van communisme. Het communisme is daar niet in geïnstalleerd geweest. Maar dat gaat samen met een bekering. He, want tot het gebed behoort ook dat je in staat van genade bent. Zonder mij kun je niks. De eerste vereiste moet in staat van genade, dus geen doodzonde meer doen. Dus je bent eerst bevriend met God en dan kun je hem van alles vragen. Hoe kun je aan God van alles vragen en voor de rest gaat je doodzondigen? Dan verdient je een pak slaag. Dus dat gaat niet. Je kunt niet vragen. Jij kunt individueel, als jij in staat van genade bent, kunt jij individueel vragen dat jij gespaard wordt van de islam, dat je beschermd wordt, dat kunt je vragen. Maar niet een gans land. Als dat gans land, en nu is het alleen nog maar erger geworden. Want in België is dan in de jaren 1900, zeg maar 93, de abortus toegestaan geweest. Met heel die cirkel rond Boudewijn, koning Boudewijn, die dan zogezegd onbekwaam werd verklaard om te regeren, omdat hij gewetensproblemen had. Dus iemand die gewetensproblemen heeft met abortus, die is onbekwaam om te regeren. Wat is dat nu voor een absolute dus schandaal? In ieder geval, abortus is er doorgekomen. En dan was het, dus het land was al eigenlijk een doem. Verdoemd. Want een land dat abortus toestaat, een wraakroepende zon, het woord zegt het zelf, roept de wraak van God af. Reeds in dit leven. Wel, dan hadden wij nog een eilandje. Hè? Daar is het een bepaalde partij. Een bepaalde partij nog, één enkele. Die tegen abortus was. Hè? Het VB. Maar nu onlangs krijgen we te horen dat ook het VB uiteindelijk abortus, niet meer tegen abortus is, niet meer tegen euthanasie, niet tegen echtscheiding, niet tegen homoseksualiteit, alleen nog maar tegen de islam. Dat werkt niet, hè? Dat werkt niet. Ik herhaal het. Op dat moment wordt je vriend van de vrijmetselarij, ook al zeg je tegen de islam. Je wordt politiek correct, dus de media gaan u minder aanvallen, de cordon sanitair zal vallen
enzovoort. Je wordt vriend met de vrijmetselarij, maar je wordt de vijand van God. Je wordt de vijand van God. En wie is het sterkste? God of de vrijmetselarij? Je zult wel zien, hè, wie het sterkste is. Dus wij hebben met die situatie te maken. Dus je krijgt alleen maar, dus als je wil bidden dat de ganse islam weggaat, dan moet je doen, dat is heel mooi. Maar dan moet je ook eerst en vooral de oorzaken ervan weghalen. Hè? Dus bekeer u, zoals de inwoners van Nineveh. Die bekeerden zich op de prediking van Jonas. En dan haalt God zijn straffen weg. En Nineveh werd niet verwoest. Of Oostenrijk is gaan bidden, bekeren en bidden. En dan werd het niet communistisch. Dus we vragen massaal, ja, maar we kunnen dan massaal deze gunst vragen, maar massaal deze gunst vragen meent ook dat je massaal niet meer wraakroepende zonde verricht. Dat je massaal in staat van genade bent. Toen Jeanne d'Arc, met een klein leger, een jonge vrouw, die machtige Engelsen heeft verdreven, heeft ze geëist dat iedere soldaat in staat van genade is. En dan in naam van God, Maria roepend, en alle engelen en heiligen van de hemel, en Franse engelen en heiligen, bedoel ik, hebben ze dan de strijd aangegaan. En ze hebben gewonnen, want daardoor is Frankrijk gespaard gebleven van de ketterij. Want Engeland zou Anglicaan worden, dus ketters. Dus had Frankrijk bij Engeland ingepalmd geweest en gebleven, zou Frankrijk ook ketters geworden zijn. En dat is waarom God niet wilde. En dus heilige Jeanne d'Arc heeft opgewekt, een heilige, opdat Frankrijk niet Engels zou blijven. Want anders, God kan dat niet schelen of Frankrijk nu Engels is of niet. Wat maakt dat God uit? Maar maakt God het heel veel uit dat Frankrijk katholiek blijft. En dat was het om te doen. Frankrijk-Engels zou Frankrijk Anglicaan geworden zijn. Zoals nu gans Engeland en de United Kingdom protestant is. En zou dat protestantisme, dat hebben ze uitgevoerd naar Amerika, want Amerika komt voor een groot deel van Engeland. Hè? Voor een groot deel, zeg ik maar. Hè? Dus dat moet je heel goed begrijpen. Dus de islam kunt je verdrijven, maar er zijn twee voorwaarden. Namelijk dat we doen wat dat God vraagt. God kan hem verdrijven. En ik zal zeggen, het is vaak zo geweest, of altijd zo geweest, in de geschiedenis, kijk maar naar het Oude Testament, dat omdat Israël, omdat een volk trouw blijft, dat God het beschermt en machtiger maakt dan zijn vijanden, maar als dat volk ontrouw wordt aan God, dat het zwakker wordt en overheerst wordt door zijn vijanden. Dat zegt ook God uitdrukkelijk. Als je mij geboden onderhoudt, dan zegen ik u, dan ben ik uw God, ik ben de vriend van uw vrienden, ik ben de vijand van uw vijanden. En je zult heersen over uw vijanden. Maar als je mij verlaat, zal ik u ten prooi laten aan uw vijanden. Voilà. Wij zijn hier in het Westen in de geloofsafval terechtgekomen van Vaticaan II, en met die geloofsafval in een moreel verval. En we zitten in de doodzonde, we zitten in de vuile, vuile, vieze, vettige doodzondes. Wraakroepende doodzondes zitten we zelfs. En het gaat maar meer en meer. En het wordt meegedeeld aan onze kinderen. Onze kinderen worden maar verplicht van de doodzonde te verplichten. Er wordt in de school aangeleerd. Het godsdienstonderwijs wordt geen seksuele voorlichting, maar seksuele gewoon... ik zou zeggen, dus harde pornografie, ik weet niet wat allemaal. Ik kan u de boeken tonen, hè? Dat is al jaren bezig. De officiële boeken door de bisschoppen toegestaan. Dat is gewoon alle doodzonden die in de katholieke boeken verboden zijn, promoten aan de kindertjes. Dus dat is toch de vloek van God die je over u krijgt. Als je de minste van de mijnen schandaliseert, zijt je het waard om met een molensteen om de hals in diepste van de zee geworpen te worden. Dus gans België, Vlaanderen erbij,
omwille van die rotzooi, de kinderen die we bederven in onze scholen, zijn we waard om in het diepste van de zee gesmeden te worden, met een molenstil om de hals. Hè? Het ganse volk. Behalve degenen die daar niet aan meedoen. Maar hoeveel zijn dat er? Dat staat in het evangelie. Hè? Dat is de barmhartigheid van God. Jezus die spreekt. De barmhartigheid zegt dat. God, Jezus, barmhartigheid. Hij is gekomen om de zondaar te redden. Maar daar zegt hij, op, de zegen met een molenstil om de hals. Dat wil zeggen, de barmhartigheid is niet mogelijk niet meer. Het is gedaan. Begrijp je? Dus God kan de islam afweren, maar de islam is een straf. Als jij afwijkt als volk, zal God toestaan dat alle andere wilde volken rondom u de overhand op u nemen. Dat is toch altijd zo geweest in de hele geschiedenis van de mensen? Dus als jij dat dan begint, u bekeert, nieuwe zondigt en je keert u naar God en je vraagt zijn hulp, die twee voorwaarden, op twee voorwaarden. Dat de mensen zich bekeren, dus nieuwe zondigen, en naar God en God aanroepen. En die zullen dan gered worden. En als het een gans volk is, wordt dat gans volk gered. En als er een familie is, wordt die familie beschermd. En als er een individu is, wordt er een individu beschermd. Voilà. Ik heb er lang over gesproken, maar het is wel... het is inderdaad... het is een actuele zaak. Het is een heel actuele zaak. Veel mensen zitten ermee. Hoe kunnen we van die islam afgeraken? Ja. Ik ga verder kijken naar de vraag hier, want ik heb ze nog niet uitgelezen. Nu zijn we nog met een handjevol echte gelovigen. Ja. Destijds was het heel Europa die bad en de slag van Lepanto heeft gewonnen. Oh ja, dat is een voorbeeld. Dat is een voorbeeld. Dus als gans Europa bidt, wordt gans Europa bevrijd. Als een handjevol christenen bidt en bekeert, wordt dat handjevol christenen beschermd. Zo eenvoudig is dat. Zo eenvoudig is dat. Hè? De volgende vraag is, hoe staat Lucifer dan tegenover de heilige maagd, Maria? Hij staat niet meer, hij ligt plat in de hel, liet hem te branden. Maar hem staat tegenover de heilige maagd Maria. Hij weet dat in de Genesis bepaald is door God dat er vijandschap is tussen hem en de vrouw. Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw. En tussen uw nakomelingschap en haar nakomelingschap. Dat is Jezus en fysiek en mystiek. Dat zijn, Marie heeft twee kinderen, hè? Jezus en de kerk. Zie daar uw zoon, zegt Jezus tegen Johannes. Maar Jezus vertegenwoordigt de ganse kerk. Dus Jezus fysiek, Jezus Christus, hè? Zij is de moeder van Jezus, maar ook is de moeder van de kerk. Wel, natuurlijk, dat is de bijzondere vijand van de duivel. Waarom? Omdat de duivel eerst de vrouw heeft bekoord. Wel, dan zal hij eerst door de vrouw worden overwonnen. En door een vrouw, een jonge vrouw, een jonge meisje overwonnen worden, dat is vernederend. En wel, door hoogmoed heeft hij gezonnen, door nederigheid wordt hij gestraft. Maar dat is al gebeurd, hè? Hij is al in de hel geworpen. Hij is al in de hel. Maar hij heeft nog toestemming inderdaad om op aarde te bekoren, op aarde in te werken. Vanuit de hel. Vanuit de hel werken de duivel nog op de aarde in om de mensen ook naar de hel te brengen. En Maria heeft daar inderdaad een speciale rol in. Een speciale rol. Maar ze kan niks zonder Jezus. Jezus heeft de duivel overwonnen. Jezus heeft alles verdiend. Jezus heeft de hemel geopend. Jezus heeft ons verlost. En Maria, met hem, in hem en door hem, heeft mede verlost. En Maria is wel de uitdeelster van de genade. Zij is de middelares van alle genade. Dus praktisch gezien, inderdaad, moeten we met onze lieve vrouw werken. Maar onze lieve vrouw werkt alleen maar met Jezus. Zij is, bij wijze van spreken, God die ondermint met een moederhart, Maria. Zij is instrument van God.
Ja. Dus Maria is, is de rechtstreekse vijand van de duivel. Als het gaat over het oorlogsterrein, de aarde. De aarde is, vertoon ik nog, een oorlogsterrein. Ik zal vijandschap stellen, dus een oorlog die verklaard is door God. In 1 Genesis 20, denk ik, 12, 20. Dus de God heeft de oorlog verklaard. En de oorlog tussen God en de duivel. Maar God delegeert. Dus Jezus Christus, Maria, de engelen, de heiligen en de duivels. En de buit is de menselijke zielen. Dat is het terrein, dat moet veroverd worden. En dat geldt tot het einde van de wereld. Dus Lucifer staat inderdaad tegenover de Heilige Maagd als een tegenover zijn grootste vijand. Maar eigenlijk zijn vertegenwoordigt God, hè? Dus Lucifer, dus die is tegen God gezonden, tegen God opstand gepleegd. Het gaat om God. Het gaat om God en Lucifer. Maar God delegeert aan Maria, aan Jezus en Maria. Ja. Zijn er nog vragen? We hebben een uurtje gesproken, dus het uurtje is voorbij. Ik denk dat het... zeer interessante vragen gesteld, inderdaad. Actuele vragen. Het is een actueel onderwerp, hè? Maar ja, het is voor ons heel belangrijk, de staat van genade. Het is voor ons ook... dat is onze grootste schat, de staat van genade. Als je zo rijk bent als een Rothschild of een Onassis, zoals ze zeggen. Je bent rijk, je hebt macht en invloed, je hebt alles. Maar je hebt de staat van genade niet. Wat baat het u? Morgen kunnen dood zijn, en dan? En iemand die arm is met de staat van genade, zoals Franciscus van Assisi, die was straatarm. Jezus zelf was ook straatarm, hij had geen steen om zijn hoofd op te leggen. Maar wel, dus een Franciscus van Assisi die staat arm is, maar die heeft een staat van genade die hij goed verzorgd heeft. Hè? Verschillende verdiensten ontwikkeld, die heeft een staat van genade die hij opgepoetst heeft. Verzamelt u schatten in de hemel. Franciscus heeft daar hard aan gewerkt om schatten te verzamelen in de hemel. Wel, Franciscus, je moet hem maar eens vragen wie het nu gelukkigste is, hè? De rijke wrak of de arme Lazarus? Staat in het evangelie? De rijke wrak had de staat van genade niet meer. En de arme Lazarus wel. Voilà. Staat parabool. Parabool. Goed. Wel, laat ons dan bidden voor... het einde en voor een goede avond in de naam van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest, amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heere Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Engelbewaarders, bid voor ons. Heilige Patronen, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest, amen. Dus volgende week is het dan weer wijsbegeerd, als God belieft, en de week erop weer geestelijke leer. En het wordt telkens op die website gezet die hier aangegeven is geweest, dus voor mensen die nadien willen consulteren. Goedenavond.